Hallo ladies and gentlemen, today is a big day. We hebben een grote fanmaildoos. Hey, that's me. We hebben zakjes, een ingekaderde foto van kijkers, super awesome, een scheetzak. Een motherfucking Boeddha lichtlamp, like what the fuck. Een super coole zonnebril. Oh my god. Hiermee ga ik iets leuk doen, oh my god. Party poppers. Oh baby. Fucking party poppers. Een fucking konijn. Er zit ook gewoon een pruik in. What the fuck, super nice. Een gezichtsmasker. Dit ga ik in de video van morgen proberen. In de video van morgen ga ik dit masker testen. Dit is awesome. Zonder twijfel de coolste fanmail die ik ooit heb gekregen. Dikke shoutout naar jou, Alisa, thanks. Laat zeker eens weten in de comments of ik een postbus moet openen en dat jullie fanmail kunnen sturen. Laat zeker eens weten dat het zou super awesome zijn als ik gewoon een postbus open, dat jullie daar allemaal iets naartoe kunnen sturen. Zou super awesome zijn. Ik ben Exit. Vandaag gaan we een nieuwe video doen. Dus zeker een duimpje omhoog. Ik ben Exit en ik zou zeggen, let's go! YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we Black Ops 3 zoals bijna elke maandag. Eigenlijk niet, eigenlijk upload ik echt gewoon random shit en zit er geen schema in mijn hele kanaal. Maar oké, vandaag spelen we Black Ops 3 en ik heb er echt zin in. Want wow, ik vind dit spel eigenlijk echt fucking vet. Maar ik heb geen tijd om het te spelen in de vrije tijd. Dus we just play it for the YouTube channel. En wow, dat was even fucked. Kennen jullie het gevoel? Waarschijnlijk kennen jullie het gevoel niet, maar ik vertel het toch gewoon. Kennen jullie het gevoel als je een video wil opnemen en net als je op die record knop komt, ja, dan kom je mama binnen en zegt ze dat je moet eten, het eten is klaar, kom nu eten. Ja, dan weet je gewoon dat het fucked is en dan had je je leven in 1 seconde en ja, dan had je je leven. Ik had vandaag een helse dag op school en het was echt hel, want het was hel. Zoals deze video noemt, elke dag strafwerk, dan meen ik echt elke dag fucking strafwerk. Geen één dagje zonder, want dat is gewoon zo. Op onze school heb je namelijk een regeltje. Die regel houdt in de lessen Frans moet je Frans spreken. Als je woord neemt Nederlands zegt, dan heb je strafwerk. Dan moet je 1 volledige pagina Frans schrijven. En dan echt gewoon een pagina over geen één onderwerp. Gewoon 1 pagina volledig vol schrijven in het Frans. Het is werelds grootste tijdverspilling dus. En het is dan gewoon zo, als je 1 woord Nederlands zegt en de leerkracht betrapt je, ja, dan heb je 1 pagina aan je voeten. En als je die pagina niet schrijft, dan moet je 2 pagina's schrijven. Kijk, ik ga even doorspoelen in dit verhaal. Ik ben op een moment gekomen dat ik 32 pagina's moest schrijven. 32 fucking A4 bladen vol in het Frans. Het was zo, ja, 1, 2, 4. Dan schrijf je hier een keer 1, wordt het weer 6. Ja. Ik weet niet waarom ik die ene pagina niet gewoon heb geschreven. Ik had er vanaf kunnen komen met 1 makkelijke pagina. Nee, nu moet ik er 32 schrijven. Mijn leven is, ik weet niet. Ik moet elke dag video's maken. Ik krijg ook elke dag fucking veel huiswerk van alle leerkrachten. Dat snappen jullie waarschijnlijk wel allemaal. Elke leerkracht op school geeft huiswerk alsof zij het enige vak zijn die boeit. What the fuck is dit ding? Holy shit, kan ik dit ding kapot maken? Oh, nee, duidelijk niet. Het is een robotauto die... Elke leerkracht geeft elke dag fucking veel huiswerk. En onze klas, ja, wat wij doen. Mevrouw, we hebben al fucking veel huiswerk. Ja, dan zegt die leerkracht gewoon, ja, dat boeit mij echt niks. Ik wil gewoon dat je mijn huiswerk maakt. De andere vakken boeien mij echt geen hol. Echt, ik denk dat het lerarenteam op mijn school echt goed overeenkomt. Ze haten elkaar waarschijnlijk allemaal tot de dood of zo. Maar oké, met alleen Frans houdt het niet op, want ik heb nu dus 32 pagina's Frans. Stel, ik zou er geen 32 schrijven, dan moet ik er dus 64 schrijven. 64 pagina's is het maximum, denk ik. Want hij had gezegd tegen me, ja, als je die 32 pagina's niet schrijft, mag je naar de strafstudie. Voor mijn Nederlandse vrienden die niet weten wat strafstudie betekent. Strafstudie is dat je naar het school moet komen op een zaterdagochtend. Dan moet je naar school van 9 uur tot 11 of 12 uur. Met andere woorden, je hele zaterdagochtend is helemaal naar de piemels. Ik weet niet of jullie in Nederland dan ook zoiets hebben die strafstudie noemt. Misschien noemen jullie het nablijven. Maar de strafstudie is gewoon echt, fucking vage shit. Het irritantste bij strafstudie is gewoon dat je niks kan doen in die 3 uur. Je mag je huiswerk niet maken, je mag niks meenemen van huis. Je telefoon wordt meteen afgenomen, je kan daar niks nuttig doen. Je krijgt daar letterlijk gewoon taken van de leerkrachten. Holy shit, dat pak is, wow. Die Chinese ninja, very nice, I like that. Hebben jullie de video al geliked? Ik denk dat jullie de video nog niet hebben geliked. Hallo, heb je de video al geliked? Hallo. Hallo. Ik hoop dat je de video al hebt geliked. Anders ben je echt de badass. En
Like gewoon, oké. Okay. Laat me zeker weten als jullie leerkrachten ook zo van die tactieken hebben of speciale straffen in hun lessen. Ik zou het leuk vinden dat ik eens kan lezen hoe het op andere scholen gaat, hoe leerkrachten op andere scholen straf geven. Want ik ben er serieus echt gewoon school-aids van aan het krijgen dat mijn leerkrachten zo dingen doen. But okay, you have to accept what has to be accepted. Enkele dagen geleden was ik ook zo bij de directeur geroepen zonder enige reden. Ik kom altijd te laat in de ochtend. Ik kan er gewoon niks aan doen. En dan heeft de directeur mij gewoon gezegd, ja, dat ik echt op tijd ga moeten komen of dat er sancties zullen volgen. Ik dacht nu dat kom, mijn wekker gaat, maar ik kan niet opstaan. Dat gaat gewoon niet. In de avond zet ik mijn wekker om 7 uur en zeg ik ga opstaan. In de ochtend gaat die wekker en dan denk ik serieus gewoon, nee, fuck off, stomme telefoon. Ik zet die wekker uit en ja, nee. Als jullie voor mij ook wat tips hebben om beter wakker te worden in de ochtend, AUB, help. Mensen zeiden, leg je telefoon aan de andere kant van je kamer, dat gaat niet. Ik loop gewoon uit mijn bed, zet die wekker uit en ga terug gaan slapen. Ik ben een volledig andere persoon in de ochtend. Echt, het is alsof ik een monster ben of zo. Ik zou zo graag eens opstaan in de ochtend en rustig ontbijten, chillen, douchen. Nee, ik moet alles in 10 minuten doen en anders als ik het niet in 10 minuten doe, ben ik te laat op school. En ik kan het nooit in 10 minuten, dus ik ben elke dag te laat op school. Let's go! Als er prijsuitreiking was op het einde van het schooljaar voor de leerling die het meeste te laat gekomen was, ja, dan zou ik die echt elk jaar krijgen. Ook gewoon de leerkrachten hebben geen vertrouwen meer in mij. Ze melden me te laat, zelf voor de les is begonnen. Het is, ja, het is jammer, but okay. I understand it. Ik snap dat de leerkrachten het doen. Oh baby, oh my god, al die fucking enemies. What the shit? Call of Duty is eigenlijk echt een vet spel. Het is gewoon een speciale manier van ontstressen. Gewoon een manier hoe je alles vergeet. Hoe je vergeet dat je nog fucking veel huiswerk moet maken. Hoe je vergeet dat je nog 32 pagina's Frans moet schrijven. Kijk, als je problemen hebt of zo, als je zware stress hebt, als je echt, ik weet niet hoeveel school-aids hebt. Gewoon een PlayStation kopen en Call of Duty beginnen spelen. En ik bedoel, buiten de stress die je krijgt als je doodgaat, is het gewoon een fucking vet spel. En daarmee zou ik de video willen afsluiten. Dames en heren, vond jij nu een vette video? Dan zeker een duimpje omhoog. De gaten in mijn broek zijn geen gaten meer. Nu zijn het serieus gewoon petten of zo. Ik snap het zelf niet zo goed. But okay, adios bitches. Ja, you. Het is fucking zondag en er is niemand. Het is fucking Blankenberg en er is niemand in mijn straat. Gewoon fucking dood vandaag.